Ik ben ook heel blij dat ik eindelijk ook eens wat vrouwelijk gezelschap zal krijgen. Want hier is Agnès Lanno, de burgemeester van Sint Maartenslaten. Mevrouw Lanno, komt u binnen. Goedenavond. En goedenavond. Kijk eens aan wat u mee heeft. Ja. Dit is wel een heel origineel geschenkje, moet ik zeggen. Ja, het is inderdaad een boompje, maar vertel eens welk soort boompje het is. Dit is een klein eikenboompje. En ik wou dat meebrengen om toch te laten zien dat wij in Sint Maartenslaten bezig zijn. Zowel met het verleden als met het heden. We hebben een ongelooflijk bomenpatrimonium. Zowel op openbaar domein als privaat. Ook in de golf, ook bij heel vele inwoners. We hebben bijvoorbeeld op openbaar domein meer dan 8000 bomen. Dat is ongeveer hetzelfde als ons aantal inwoners. Mooi, een groene gemeente. Ja, wij zijn een groene gemeente en wij hebben twee speciale bomen in de gemeente op openbaar domein. Twee knotteiken die wel 400 jaar oud zijn en die nog heel vitaal zijn. En die kon u niet meebrengen, begrijpelijk. Ik heb die niet meegebracht, maar we hebben 3 jaar geleden de eikels van deze bomen geoogst en we hebben 5000 plantjes daaruit gekweekt. Is dit er eentje? En dit is er eentje van, na 3 jaar. En ik schenk dat graag ook aan Radio 2. Ik hoop dat het bij jullie ergens een plaatje krijgt. Of bij iemand van uw medewerkers. Want u zal een heel mooie boom krijgen daarmee. Goed, het is ook zo dat we... Ik wou nog even aftoetsen, in ieder geval, maar u wou nog iets zeggen. Hè? Ja, wij gaan dus een groot deel van die plantjes in het parkbos planten. En het parkbos, dat is een nieuw bos dat aangelegd is. Deels op het grondgebied van Sint Maartenslaten, De Pint en Gent. Dus wij gaan daar op die manier ook ons steentje bijdragen. En ook de golf van Sint Maartenslaten zal heel wat planten aankopen. En daarnaast gaan wij ook 300 bomen opkweken om op termijn nieuwe dreven te kunnen aanleggen. Dus wij zijn niet alleen bezig met de bomen uit het verleden, maar ook met de toekomst. Wij willen het groen houden, want veel bomen, dat is heel gezond. Ja. Ik hoorde u daarnet al andere gemeenten noemen, onder meer De Pinte. Ja. U weet ongeveer waar ik naartoe wil gaan. Ik kan mij dat voorstellen. We gaan het hebben over mogelijke fusieplannen. Want ik heb de indruk dat Sint Maartenslaten zich daar niet zo toegeroepen voelt. Nee, inderdaad niet. Wij hebben niet zo direct fusieplannen. Wij vinden dat fusie geen doel op zich mag zijn. En het moet een middel zijn om voor een betere dienstverlening te komen voor onze inwoners. En dus iedereen moet er eigenlijk beter van worden. Maar op vandaag zien wij echt niet waar er een voordeel is voor ons voor fusie. Maar stel, u wordt verplicht binnen enkele jaren. Wat dan? Als we verplicht worden, dan gaan we wel heel graag samenwerken met onze buren. En dan denken we uiteraard aan De Pint. En ik zie hier ook mijn collega van Nazareth staan. We kennen elkaar ook goed vanuit de politiezone. Wij kunnen heel goed samenwerken. Maar zolang het niet nodig is, waarom zouden we het doen? Voorlopig blijft u de rijkste gemeente van Oost-Vlaanderen. En dat wil je zo houden? Ja, maar dan wil ik toch eventjes nuanceren. We hebben misschien een aantal rijke inwoners die het gemiddelde hoog maken. Maar we zijn een heel zuinige, en ik zou bijna zeggen een arme gemeente. Want wij gaan heel zuinig om en wij proberen zo weinig mogelijk overheidsbeslag op te leggen aan onze inwoners. Over de verkeersveiligheid, over verkeer, kregen we veel reacties binnen in Sint Maartenslaten. Is de zone 30 zowat overal ingevoerd? Ja. Hoe kan u dat in godsnaam afdwingen in een gemeente waar zoveel dure en snelle auto's worden verkocht? Ja, kijk maar eens langs de Kortrijkse Steenweg. Ja, inderdaad. Nu, de Kortrijkse Steenweg is iets boven lokaal. Het zijn niet alleen de inwoners van de eigen gemeente die daar een wagen komen kopen. Maar we hebben heel veel smalle straatjes en dreven waar mensen wonen en die zijn daar komen wonen of die wonen daar al lang en die houden van de rust. We hebben ook heel veel fietsers en wandelaars, eigen mensen, ook mensen die op bezoek komen. En in zo'n smalle straatjes is het gewoon niet verantwoord om snel te rijden. Er worden veel boetes uitgeschreven. Er is een controleactie geweest en heel veel mensen reden te snel daar. Ja, inderdaad. Hoe kan u dat handhaven? Hoe kan u de mensen sensibiliseren om die snelheid naar beneden te krijgen? Ja, ik vrees dat dat een eerste fase is in het nieuwe mobiliteitsplan, is die gewenning. We hebben proberen mensen te sensibiliseren en we hebben gezegd dat we daarna met de handhaving zouden starten. Die is nu net gestart en er is een verrassingseffect, denk ik, bij mensen. Maar we zien ook dat bij een tweede controle dat die snelheid al heel wat verminderd is en het aantal boetes ook al enorm
gedaald is. De mensen beginnen het te leren. Ja. Ja, wonen in Sint Maartens-Lathem, u had het er al even over, u heeft heel veel rijke inwoners, maar ja, betaalbaar wonen is daardoor echt een probleem geworden. Hoe komt dat dat maar niet van de grond komt? Dat... Ja, wel, eerst en vooral zou ik toch eventjes willen zeggen, het duurder zijn van huizen rond grote steden is een algemeen fenomeen. Is niet typisch iets van Sint Maartens-Lathem. Daarbij is het zo dat Sint Maartens-Lathem heel aantrekkelijk is, ook voor mensen van buiten de gemeente. Dus we hebben een bovenlokale aantrekkingskracht. Ja, en vraag en aanbod speelt daar, hè. Mm-hmm. En dan hebben we nog het probleem dat wij een heel compacte gemeente zijn. Wij zijn slechts 1432 hectare. Dus we zijn een kleine gemeente. Dus er is met heel weinig kavels. Grond. En met grote kavels, en dat heeft ook veel te maken met het gewestplan, waar ongeveer de helft van het woongebied ingekleurd was als parkgebied. Dus dat zijn grote kavels. Mm-hmm. Dat maakt het niet makkelijk. Maar wij proberen op de gemeente met een werkgroep die opgericht is, een jaar geleden ongeveer, vanuit de coalitie, om een oplossing te zoeken voor eigen inwoners. En wij hebben ook in de gemeenteraad van december een fonds opgericht met bestemde gelden, waarmee we onder andere dus strategische gronden kunnen aankopen en waar wij dan bijvoorbeeld de gronden als gemeente in eigendom kunnen houden en met een systeem van recht van opstal of erfpacht of zo dan kunnen toch mensen laten bouwen. Ik had het al over die Kortrijkse Steenweg. Daar zijn niet alleen de blitse garages, maar daar zijn ook natuurlijk andere blitse meisjes, zal ik maar zeggen, de meisjes van plezier. Ja. U heeft beslist dat er geen nieuwe bordelen meer mogen bijkomen. Ja, inderdaad. We hebben recent ook een verordening gemaakt om eigenlijk wat meer controle te hebben op de bordelen. Mm-hmm. Er zijn heel wat evoluties. In Frankrijk bijvoorbeeld is naar de hoeren gaan wettelijk strafbaar geworden met het gevaar, of ook wel met het feit dat men meer afzakt naar België daarvoor. En dan heb je ook in Gent toch heel wat ontwikkelingen, ook rond Oost-Europese prostitutie. En wij willen dat een beetje. Ja, wel, wij horen toch wel van onze politie en onze recherche dat prostitutie vaak ook te maken heeft met toch wat criminaliteit. En dat willen wij toch zo weinig mogelijk in de gemeente. Is het een uitdoofscenario? Want uiteindelijk, ja, het is een traditie, het is er al jaren. Wilt u het daar helemaal weg? Nee, er zijn momenteel nog 12 bordelen, wat niet veel is uiteindelijk. En zij kunnen blijven bestaan zolang als zij aan de voorwaarden voldoen, zoals gestipuleerd zijn in onze verordening. Het is geen nieuwe preutsheid? Nee, helemaal niet. Nee. Helemaal niet. Sint Maartens-Lathem ligt aan de leien, het klimaat verandert. We hebben alsmaar meer regen. Gelukkig, de laatste 6 jaar zijn er geen overstromingen geweest. Maar hoe schat u dat in voor de toekomst, als er plotseling weer een hevige regenbui of meer komt voor Sint Maartens-Lathem? Ja, wij hebben eigenlijk twee problemen. We hebben de leien met overstromingsgevaar. En ik kan u zeggen dat ik mijn vuurdoop gekregen heb toen ik 3 weken burgemeester was met een eerste overstroming. Dus dat heb ik goed doorstaan. En half december heb ik toch ook enige nachten rondgelopen op het gemeentehuis om voorbereid te zijn op mogelijk overstromingsgevaar. Wij hebben ondertussen ook een straat verhoogd, de Meerstraat, zodanig dat daar minder problemen zijn voor de mensen die daar wonen, dus dat er geen evacuatie meer moet gebeuren, dus dat werkt. Maar daarnaast hebben wij nog ook het gebied wat Hooglathem noemt, en dat is precies het laagst gelegen gebied van Sint Maartens-Lathem, en dat is een natuurlijk overstromingsgebied. Mm-hmm. En ook daar zijn al heel wat werken gebeurd, omdat daar vroeger veel overstromingen gebeuren, maar het is allemaal op het randje. Het is nog niet zo veilig. We werken er verder aan. Houd vast te houden in ieder geval. Een vraag van Steven via Facebook in verband met de Kortrijkse Steenweg. Hoe kijkt Lathem tegen de plannen aan rond de Loop in Gent? Het zal meer verkeer met zich meebrengen, zegt hij. Concurrentie ook voor de handel in Lathem?
Ja, wel, ik weet eigenlijk niet goed hoe het nu staat in Gent met de loop, maar ik heb begrepen dat die plannen min of meer afgeblazen zijn voorlopig. Natuurlijk, u wordt daar niet in gehoord? In die plannen? Ik heb die vraag wel al eens gesteld op het burgemeestersoverleg, maar ik heb er ook niet zo'n duidelijk antwoord op gekregen. Maar wij zijn zeker geen voorstander voor zover dit nog meer verkeer meebrengt. Men staat nu al stil op de Kortrijkse Steenweg, dus dat verkeer kan er gewoon niet meer bij. Dat is een duidelijk antwoord wat uw standpunt daarover betreft. U mag nog een bol kiezen en daar zitten dilemma-vragen in. Doet u dat maar even. De bovenste, u maakt hem open. En ik zal even kijken wat ik u van kan voorschotelen. Het eerste dilemma is blind of doof? Oeh. Het is een moeilijke. Ja, dat is een moeilijke. Ik denk doof. Omdat je dan nog kan zien. Ja. En ondertitels lezen misschien ook, ja. Stel dat je na je dood reïncarneert in een dier. Welk dier zal dat zijn en waarom? In een dier. Ik heb thuis schapen en die zien er heel gelukkig uit. Dus misschien zou mij dat kunnen gelukkig maken. Agnès Lano als een schaap in een volgend leven. Dat is een mooie gedachte om mee af te sluiten. Agnès Lano, hartelijk dank om langs te komen. Dank u.